Hij trainde net mee, is ingeschreven voor die Conference League. Zit hij morgen dan ook voor het eerst in de selectie? Ja. Steven, allereerst, heb je de podcast nog geluisterd? Nee. Hoe zeer heeft de nederlaag van zondag erin gehakt? En wat geeft jou vertrouwen dat het morgen toch goed komt? Vertrouwen is er altijd. Natuurlijk voelt het anders, verliezen of winnen. Maar wat ik net zeg, je sluit je ogen ook niet voor het grotere geheel. En dat we gewoon moeten ontwikkelen. En bepaalde systemen van tegenstanders en looplijnen van tegenstanders moeten gaan herkennen. Zodat we het makkelijker kunnen gaan oplossen in het veld. Dus en nu is het gewoon weer een hele andere wedstrijd eigenlijk vanaf dinsdag. Ben je het kwijt en op naar morgen. Je bent natuurlijk naar Ajax gekomen om in de Champions League te spelen. Nu gaan jullie in de Conference League spelen. Hoe is dat voor jou? Vind je dat moeilijk om jezelf daarvoor op te laden? Nee, uiteindelijk niet. We zullen nu als Ajax zijnde dit toernooi moeten respecteren. Nederig zijn en dit is waar we op dit moment zijn. En morgen laat het maar zien, denk ik. Op dit moment niet gepast om over Champions League te praten, eerlijk gezegd. Naar Bodo dus, Conference League. Ik heb best wel wat Ajax-fans hier afgelopen jaren af en toe wat lacherig over deden. Maar voor de duidelijkheid, jullie nemen deze bloedserieus, toch? Ja, dat lijkt me wel. Zoals ik net zei, zijn we niet in de positie om dat niet te doen. En we respecteren het toernooi. En we denken ook helemaal niet aan het toernooi winnen of dat soort dingen. Gewoon eerst Bodo en verder nog niet. John, Julian Rijkoff is teruggekomen deze winter. Doet het goed nu bij Jong Ajax? Verbaast het jou hoe snel hij zich hier weer heeft teruggevonden? Nou ja, laten we voorzichtig zijn. Het is, hij is net terug en hij heeft inderdaad een wedstrijd gespeeld nu in Jong en dat goed gedaan. Dus we moeten hem ook de kans geven om te acclimatiseren. Het voordeel is dat hij Ajax kent, dat hij de meeste jongens kent. Het is mooi dat hij in ieder geval goed is begonnen. Ja, hij trainde net mee, is ingeschreven voor die Conference League. Zit hij morgen dan ook voor het eerst in de selectie? Ja, hij zit er voor het eerst bij, ja. Ik heb een vraag over Jorel Hato, die het voor het eerst iets lastiger lijkt te hebben. Mijn vraag is, hoe zorg je ervoor dat zo'n jonge jongen niet in een grotere dip belandt? En kun je ook aangeven wie op en naast het veld vooral met hem bezig zijn? Ik zou bijna zeggen, mag het. Hij is 17 jaar. Het is ongelooflijk wat hij allemaal heeft laten zien voor ons. En nog steeds. Gewoon overeind blijft. Ik denk dat Ajax deze situatie zo heeft gecreëerd dat hij op dit moment alles moet spelen. En dat respecteer ik alleen maar aan hem. En we zullen alles aan doen om hem daarin te beschermen. 17 jaar en zo spelen, petje af. Dus ik zou bijna zeggen, mag het. Keep it in the zone.